gaan we zeggen? Ja, ik kom van glazenwasser. JM. Glazenwasserij. Kijk eens, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Gewoon weer op een dinsdag, weer niet gemist. Hey, we hebben een nieuwe aflevering. Ja, dat klopt. We gaan ons vandaag voordoen als glazenwasser. We zijn heel benieuwd waar we dan allemaal gratis binnen kunnen komen. Ja, we moeten ons wel eerst even omkleden. Maar zouden we dat in godsnaam hier kunnen doen, nou, in het openbaar? Ik heb een superleuke truc geleerd. Nee. Ja, echt. Vertel. Ik keek een vlog en die deed dit. Zie je hoe goed zo'n klapje werkt? Wow! Joost, waar ben je gebleven? In uw outfit. Zou het ook bij mij werken? Dan probeer eens. Doe. Nee. Wow! We zijn er klaar voor. Maar je ziet het, wij zijn J&M Glazenwasserij. Gaan overal naar binnen als glazenwassers om vervolgens gratis dingen te kunnen doen. Ja, jij gaat naar de sportschool volgens mij. Ik ga als allereerst naar de sportschool. Laten we naar de sportschool. Het was tijd voor de sportschool. Nou Joost, ik ga bijdraaien. Wat gaan we zeggen? Ja, we komen voor glazenwasser. J&M. Glazenwasserij. JM Glazenwasserij, dat is gelijk. Hoi, goeiedag. Hoi, ik ben Glazenwasserij. Yes, met Elsa. Joep, dankjewel man. Ik ga het helemaal niet. Zullen we gewoon beginnen met even een paar handen doen? Wel een beetje open. Volgens mij gaat het helemaal niet zo. Nee. Weet je wat ik wel merk van deze baan? Het is wel zwaar. Even een kleine warming-up. Stel, ik doe het een uur. Gaan ze er iets van zeggen, denk je? Het is mij een vrij spel, man. Ik ben je lastig van de armen als ik hoog moet. Heel even heel veel warm worden. Mag dat? Ja, top. Zijn ze. Oh, lekker man. Thanks. Helemaal warm. Je kan hier gewoon sporten als je je voordoet als glazenwasser. Je hebt gewoon zweet, je hebt een sportding. Ja, toch lekker erom. Kan, maar kan je ook een klasje meepakken? Hoi, mag ik u het vragen? Zo meteen een klasje waar ik eventjes misschien even zo mee kan doen. Eventjes warm worden, of, lichaam los, zodat ik goed bij de ramen kan, zeg maar. Hoog waar de plek is. Of de lessen wel voor mij. 5:30, oké, okay, dus geen klasje voor mij. Maar als het was, dan had ik wel eventjes mee mogen. Even warm worden. Nou, dat is top. Dat is top. Dankjewel, heren. Zit er nog. Twee weken. Tot de volgende. Hallo. Ja, het is geen probleem om als glazenwasser een sportschool in te lopen en gewoon gratis mee te sporten. Dat zag er wel leuk uit. Ik denk dat ik nog zelfs een klasje op mee kunnen pakken ook. Dat denk maar ik goed, ook wel. Je hebt hun ramen schoongemaakt, dus voor wat hoort wat. Nu mag ik. Ja. Ik wil graag gaan zwemmen. Laten we een zwembad opzoeken. Dat vind ik leuk. Ik heb een zwembroek mee. Ja. Let's top. Go. Laten we doen. Ik wil mijn glazenwasser. Ja? Nee. Glazenwasser. Oh. Zo? Ja? Oké. Ik wil mijn glazenwasser. Ik ken hier een muziekkanaal, jongens. Ik ken een muziekkanaal. Met 200. Oké. Nou, dat was een kort bezoekje. Ja, we werden gelijk herkend. Dus dit zwembad zit er niet in. Nee. Dit plan is in het water gevallen. Het volgende zwembad. Ja, toch? Ja, sowieso. Ja. Glazenwassers. Glazenwassers. Sorry? Ik kom met glazenwassen. Ja. Ik kom met glazenwassen. Binnen of buiten? Binnen zwembad. Hier, deze hier achter, van die dingetje, et cetera. Ik kan hem open doen voor ons. Oh, ik zie hem al. Dankjewel. Wie zie je? Kunnen we beginnen? Laten we beginnen.
We kunnen gewoon beginnen, hè? Ja, toch? We gaan eens beginnen. Lastig. Luister, ik zie hier een kledingdingetje. Jij gaat je zo meteen omkleden. Ja. Of kleed je nu gewoon om? Ik doe een hele show. Doe je even een hele show? Als in, ik ga gewoon nu beginnen met glazen wassen. Ik ben waar. Want die gast gaat nu checken, hè? Wees snel. Je wilt een duik, toch? Wees snel. Oké. Gezellig. Neem een duik dan. Glazen wassen. Nou, niet bekend. Is niet meer bekend. Oh. Nou, dan ga ik even door. Hey, glazenwasser. Hey, collega. Dat heeft nog heel erg lang geduurd. Ik had nog wel een paar baantjes kunnen trekken. Volgens mij had niemand door dat ik bij jou hoorde. Ja, ik stond zeg maar, bij mijn hokje dacht ik van, hoor, heeft iemand door dat ik hier niet hoor? Nou, niemand keek naar mij, iedereen was met jou bezig. Ja. Ik heb nog een paar baantjes gaan zwemmen. Dus jij hebt nog even lekker goed duikje kunnen nemen. Ik heb nog even lekker kunnen zwemmen, ja. Wat gaan we nu doen? Nou, ik zie al dat harde werk mogen we wel even chillen, toch? Ja. Ik heb een x-aantal glaasjes nu al schoongemaakt. En wat ramen. Zie jij onder chillen? Wat sta je onder chillen? Ja, lekker bioscoopje. Ik weet er nog wel eentje bij een bioscoop waar we eigenlijk niet meer mogen komen. Maar dit wel mooi. Nou, let's go. Heb jij nog water in je ding zitten? Nee, natuurlijk niet. Okay. Jij wel? Een heel klein beetje. Er staat één vrouwtje hier al. Martijn, blend even in. Dus je moet even zien dat wij aan het werk zijn. Ja. Vragen jullie wel. Ja, ja? Zijn jullie door de grom gestuurd? Ja, door de grom. Dat is super. Wie van de grom? Want ik heb namelijk nog een klusje aan de achter gegeven een keer voor de ruiten. Oh, kan wel. U bent Joris. Kun jij dat even vragen? Ja, ik ga het vragen. De eigen volk van de vestiging, dus ja. Je weet sowieso wie ik ben van grom. Oké, wij gaan weer door. Ja. Hoi, goeiedag. Wat de grom, wat de fuck is de grom? Geen idee, ik zeg maar ja. Ik denk waarschijnlijk, maar zij hier de paté's gewoon. Nou, maar... dit paté-verbod, dat... Volgens mij heb je nu geen controles meer, toch? Ik denk dat wij een vrij spel hebben, man. We hebben in ieder geval toestemming hier te lopen. Ja, wij hebben een vrij spel, de manager weet het. En als het niet vraagt, dan ja, we zijn aan. We zijn begonnen. Zaaltje 5 is... Kan jij de blauwe bal met de meeste stippen aanwijzen? Hier zitten mijn ninja's op, ja. Ja. Dit was niet helemaal mijn idee. Nou jongen, dat was een makkelijke. Filmpje gepakt. Lekker pik! Dit was fantastisch. Dit ging van links naar rechts. Die komt eerst toe en zegt: jullie zijn van Gom. Ja! Het begint een heel verhaal over een deur. Want ze zijn dus bezig met een verbouwing. En blijkbaar is het dus een raam ergens. Ja, is vies geworden. Heel vies bij de buren en whatever. En ze hebben een schoonmaakbedrijf. En hij dacht dat wij ervan waren. Een bioscoopje lukt best wel makkelijk. Ja. Het is tijd om. Nog wat te proberen? Ja, ik denk iets van eten. Oh, lekker. Ja. Heel veel hard werken heb ik wel zin in, lekker hapje. Van die film heb ik honger gekregen. Top. Dat is trouwens echt een kutfilm. Ik heb wel een plan. Oké, nou, ik volg jou. Hey, zullen we strategisch beginnen met de buitenkant? Dat ze door het glas ons al zien. Ja, dat kan. Sorry als wij je ramen verneuken. Het zag er fantastisch uit. Ik ben gewoon vol gefocust op het personeel. Dat heeft ons nu al een paar keer gezien. Ik heb één keer gezwaaid. En ze zwaaiden terug. Dus ik denk als we zo meteen naar binnen lopen dat het wel oké is. Ik ga ervoor, jongen. Het ziet er lekker uit. Wat zeg je? Ja, normaal gesproken wel, maar we zijn nu een beetje aan de late kant. We hadden heel erg druk. Ons busje was kapot gegaan. Dus vandaar dat we niet op tijd konden zijn. Dus zijn we nu iets later. Vind je het erg als we hebben echt ontzettend wel als we even een klein hapje meepikken? Oké, als ik daan zie, dan niks. Oké, top. Het is eigenlijk niet stelen, want ze geven ons net toestemming om het te eten. Maar als daan het ziet, dan moeten we wegkijken. Ja, en wie daan is, weten we niet, maar ik denk dat het daan is. Hoi, ik heb net even contact gehad met het hoofdkantoor. Wij komen binnenkort weer vroeger terug. Maar we hebben wel een beetje meegegeten. Moeten wij nog een beetje... Of is het al goed zo? Ja? Hartstikke bedankt. Alrighty. Hoi, hoi. Nou, collega. Terug naar hoofdkantoor. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Het leek af en toe gesteund. Het leek af en toe bijna nep. Maar... alsof iedereen een soort van zijn woordje al klaar had. Van, oh, van die en die, ah ja, tuurlijk, bla 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 bla. Nou, hoort er niet gewoon een beetje bij dat personeel, weet je wel, je komt er werken, dat ze dan gewoon vriendelijk naar je zijn. En dat is ja, gewoon, maar ik heb ook een horeca gewerkt. Je met eten, tuurlijk. En... Dat ramenlappen, dat deed het personeel altijd. Ja, dat was bij mij ook altijd zo.
Maar blijkbaar zij niet. Maar goed, we hebben lekker gegeten. We hebben bioscoop gepakt, we hebben gezwommen. We zijn weer fit. Laten we dit mooi afsluiten. Jongens, hebben jullie genoten? Wij wel. Tot volgende week. Later. En moeten we ook nog zeggen, vergeet niet te abonneren, liken, commenten. Want dat kan gewoon, hè? Ja, heb je beneden gezegd. Daarom.